Welkom bij het Spelzolder, leuk dat jullie er zijn. En zondag 24 september heeft 99 Games in Rotterdam een hele mooie dag voor ons georganiseerd. Zij gaan namelijk proberen het wereldrecord Catan, één pot Catan, te verbreken door te proberen het met 1100 deelnemers tegelijkertijd te spelen. En daarvoor gebruiken ze de Big Catan variant. Ik zal een linkje onder dit filmpje plaatsen zodat jullie de regels kunnen bekijken. En met het wereldrecord proberen zij natuurlijk aan de ene kant meer aandacht te krijgen voor de bordspelers en aan de andere kant 1100 man een leuke middag te geven. Catan is een spel wat voor velen, inclusief mijzelf, een klein beetje de brug was tussen de oude garde van spellen, Risk, Levensweg, Monopoly, Mens erg je niet, naar de stap. Ja, de volgende generatie bordspellen, waarbij we toch wat tactischer gaan kijken, wat snellere spellen hebben en waarbij de geluksfactor wat omlaag gedraaid wordt. Catan is daar zeer populair door geworden, ook door de juiste lancering. En het is natuurlijk ook gewoon een superleuk spel om te spelen. De regels zijn vrij gemakkelijk en het is aan te passen middels diverse uitbreidingen. Maar wat wij gaan doen op 24 september is wij gaan proberen met 1100 man één pot kolonisten van Catan te spelen. En daar kunnen jullie onderdeel van uitmaken. Voor jullie beeldvorming, de locatie is de burgemeester van Oudlaan 50 in Rotterdam. Het hele feest begint om 1400 uur. En je kunt je inschrijven via de site. Ik zal daarvoor de link ook hieronder plaatsen. Kosten om mee te doen is €2,50. Maar daarvoor in ruil krijg je wel een prachtige goodiebag met 168 speelkaarten en 46 speelstukken in een unieke kleur. Dus dat heb je dan in ieder geval alweer als herdenking meegekregen. En voor degene die in dit geval dus 1099 andere spelers verslaat, de winnaar, is een prijs van €500 weggezet. Dus kom zondag 24 september ook naar Rotterdam. Schrijf je in via de 99 Games site en speel gezellig een spelletje mee. Het zal 2 à 3 uurtjes duren in zijn totaliteit. En help natuurlijk Nederland op de kaart te zetten door het wereldrecord 1 pot Catan hier in Nederland te gaan vestigen. Dus ik ben er ook bij. Ik zie jullie hopelijk zondag 24 september. Tot dan!